Oh yeah! Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder! Horen jullie die vogels, dames en heren? Horen jullie gewoon die heerlijke vogels? Ja, ja, dames en heren, we zijn er. It's all magical. Goedemorgen, we waren niet weg, maar ik was lekker naar het geluid van de heerlijke vogeltjes aan het luisteren. Want ja, onze fantastische expertgast zit natuurlijk thuis vanuit Ibiza. Is aan het inkallen. Hey, Rianne, wat ziet er leuk uit. Welkom, goed dat je er bent. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal, chica? Hoe gaat ie daar? Ja, heel goed. Lekker. Heel goed, ja, ik ben weer thuis. Ik ben helemaal in mijn element. Ach man, ik vind dat zo leuk om je daar te zien. Dat is zo lekker. Hoor ik dit soort geluiden en oh yeah. Maak me gek. Daaraan. Ja, dames en heren, voordat ik het met Rianne het gaat hebben over zakelijk succes vanuit dat. We gaan haar natuurlijk bevragen, hoe voelt dat nou? Als je de vogeltjes hoort, denk je ook van, hey, ik wil ook een droom realiseren. Gaan we straks over hebben. Maar als eerste wil ik iedereen bedanken. We zitten al over de 15.758 downloads. Dus dankjewel guys. We gaan richting 16.000, dus thanks. En op Clubhouse zijn er 2400 volgers. Dus dankjewel iedereen. Alle podcastluisteraars krijgen ontzettend veel leuke berichten via de inbox. Dus thanks. Ik heb het hele weekend eigenlijk een beetje iedereen zit te vallen op omdat ik mijn inbox was ontploft. Dus thanks daarvoor, dankjewel. En ook diegenen die gisteren er waren. Ik heb heel veel commitments binnengekregen, dus zet de commitments hieronder als je gisteren bent vergeten. Want gisteren had ik ze bijvoorbeeld een opdracht gegeven, Rianne, zonder te weten dat het eigenlijk niet kon. Want ik had gezegd, als je aan het eind van de avond gaat celebraten, de dag gaat afslaan met celebration, zet de foto hieronder. Maar op LinkedIn kan dat niet eens. Het kan alleen maar op Facebook. Nee. Dus mocht je zo'n foto... Goeie instructie, Aramiek. Op LinkedIn kan niet, maar check op Facebook Live. Als je dat wil doen, zet je foto met de celebration daar. Peter zegt een hele nare bijeenkomst om met Rianne. Ja, zonnetje, lekker hoor. Ibiza Space, absolutely. En goedemorgen, Hendrik. Goed dat jullie er zijn. Want ja, we gaan het natuurlijk over Rianne hebben. Maar om even terug te komen op gisteren waar we het over hadden. Het is echt het creëren van jouw beste week ooit waar we vandaag mee bezig zijn. Dus ik ga straks Rianne ook vragen hoe heeft ze dat gedaan? Hoe voelt dat allemaal? Dus kom bij elkaar. We gaan een en al magic creëren vandaag. En uiteraard zijn we straks ook om 11 uur zijn we ook op Clubhouse samen om een aftertalk te doen. Om nog meer Q&A's te beantwoorden. Dus weet je, het wordt een fantastisch mooie ochtend. En dat is eigenlijk iedere ochtend, iedere dinsdagochtend met Rianne. En dan heb ik een vraag aan jou, Rianne. Let op, dit hebben we niet geoefend. Let op wat er komt. Pam, parararam, pam. De quote van de dag. Wat is je quote van de dag? Vanuit prachtig mooi zonnig Ibiza. Ja, die heb ik wel een beetje voorbereid. Dat wist jij niet, maar nee, dit is toch wel grappig. Je hebt gewoon quote van de dag voorbereid. Wat cool. Ja, ik had namelijk ook een vraag voor jou. En daar hoort een quote bij. Oh, dat vind ik en, mooi. Ja, en dat is... Be kind and full of love, but have boundaries like a motherfucker. En dat vond ik meteen ook een mooi thema. Want ik geloof zo, volgens mij jij ook, in give first, ask later. Maar... Weet je, ergens zul je een grens moeten stellen. Want anders ben je een soort filantropische instelling die alles maar aan het weggeven is. Dus waar zit dan die grens? En hoe zorg je dat je give first, ask later kunt doen, maar er ook gewoon een business mee op kan bouwen. Met andere woorden, ook gewoon geld om kan zetten. Want anders krijg je op een gegeven moment een doelgroep die de hele tijd naar je toe komt voor allemaal free stuff. En die freeloaders... Die wil je gewoon niet. Ja, ja. Is dat vraag aan mij? Moet ik als eerste checken? Ja, ja, ik ben daar wel benieuwd naar. Ja, okay. Hoe jij dat doet. Als eerste laat ik qua mindset. Als ik het heb dan over, dan ga ik de actiemethode erbij doen. Dat is ACT.
A-C-T-I-E. Dus dan van het actiemethode is dan is gewoon de A is attitude. Dus wat is de attitude om weggevers te hebben weg te gaan geven zonder jezelf te verliezen, zonder jezelf weg te cijferen. Dat is wat, eigenlijk wat je zegt. Dat je niet een filantroop bent, maar dat je een business bent. Dus als eerste is de attitude. Attitude betekent welke mindset zet je erin. Is dat de mindset van ik ga geven omdat ik dan ga krijgen. Ik ga geven omdat het dat hoort. Ik ga geven omdat ik het geleerd heb. Ik ga geven omdat ik heb gehoord, ja, je moet no like trust doen. Je moet BKUR doen. Begroeten, kwalificeren, uitdagen. Wat mindset is. Als eerste zou ik altijd meteen beginnen, mindset moet geven zijn. Volledig alles wat je in je hebt, de allerbeste dingen die je hebt, moet je als weggever gewoon neerzetten. Punt. Daar moet je never nooit aan tornen. Dan moet altijd mijn e-books, mijn video's, alles wat ik gratis geef, mijn adviezen, mijn follow-ups zijn exact zoals ik zou geven als ik ervoor betaald zou worden. Dus dat is geen enkel verschil in. Dus dat is de mindset. Oké, dan ga je naar de C van commitment. Commitment is dat ik iedere week, iedere maand, iedere kwartaal, half jaar, een doel heb. Ik heb een commitment per week, hoeveel ik moet verdienen, hoeveel klanten moeten zijn, hoeveel gratis producten gedownload moeten worden, hoeveel daarvan moeten geconverteerd worden naar klanten. Dat staat gewoon. Dus commitment betekent ook, het is niet... Het is niet alleen, ik ga een funnel bouwen, of ik ga wat weggeven, ik creëer iets. Nee, tweede level is, hoe zorg ik dat ik iedere dag, iedere week voor ogen heb waar ik naartoe ga? Zodat ik dat kan kaderen, zodat ik niet 85 keer adviezen geef en niks uitkom. Ja, dan doe ik iets niet goed. Snap je? Dus de commitment is ook, hoe zorg je dat je met doelen gaat werken? De T is transformatie, nu komt het. Bij transformatie betekent, goed nadenken over het kwalificatieproces. Dus welke mensen zijn meest geschikt? Welke ideale klanten zijn er? Welke mensen reageer ik überhaupt niet? Sommige mensen wachten al 3 maanden, 5 maanden op een antwoord van mij. Sommige mensen denken, ik heb al zoveel van hem gekregen. Laat ik nog een vraag stellen, laat ik nog meer. Weet je, dat is het fase van transformatie betekent, je maakt een ideale klant en een flop klant profiel. En dat heb ik, zelfs hier voor de deur van mijn kantoor. Ik check altijd aan de hand van die criteria, verdient diegene wel mijn aandacht, verdient diegene tijd, op welke manier ga ik daarmee om? Dus het is allemaal zeg maar vooruitgegeven, maar het is iedere dag een training, dan komt de implementatie. Betekent dat ik 99 keer nee zeg tegen mensen die mijn advies vragen en 1 keer ja. Dat betekent diegene die ik ga beantwoorden, diegene die mij persoonlijk benadert via inbox of wat dan ook, eerste vraag die ik altijd stel, dat is wellicht een tip voor iedereen. Eerste vraag die ik altijd stel aan diegene die mijn advies vraagt. Mijn eerste vraag zal altijd zijn. Heb jij mijn e-book met 100 tips over LinkedIn al gedownload? Zonder dat ik de vraag over de vraag heen ga. Dus ik check altijd. Heeft diegene een e-book gedownload? Als diegene zegt ja. En ik kan in mijn lijst kijken meteen. Het is een nee. Dan ga ik zeggen. Ik zie niet op de lijst. Dus ga het eens downloaden. Als je die 100 tips hebt geïmplementeerd. Kom maar terug bij mij. Snap je? Dus bij mij is het echt het inbouwen en neerzetten van een aantal boundaries. Dat zijn de boundaries. En dan kijken, wanneer iemand is enthousiast, die vraagt continu. En ik ontwijk continu die vraag. Hoe lang gaat diegene door met doorvragen? Met andere woorden, hoe vaak, hoe graag wil hij een advies van mij? Of is het puur van, ik kan bij Aramiek advies vragen, ik kan bij Rian advies vragen, ik ga bij Kathleen advies vragen, ik ga bij Rita advies vragen. En dan kijk ik wel wat er gebeurt. Snap je? Want daar zijn een heleboel van. En als ik niet antwoord, zijn ze naar de volgende hopper. Dus mijn antwoorden, vandaar dat ik afgelopen zondag iets meer tijd had besteed. Ik kan zomaar zijn dat ik een week, 2 weken, 3 weken ga afwachten voordat ik antwoord ga geven. Terwijl, en tenzij hier Daniel komt hier binnen. Iemand als Daniel net vanochtend, echt half uur geleden, iets vroeg. Mijn eerste vraag was, heb je mijn e-book gedownload? En heb je mijn blogs gelezen? Oké? Heb je het werk gedaan? Did you do the work? Om het gratis advies of wat dan ook je wil hebben. Ik kan iedereen adviseren, maar daar zijn mijn gratis producten voor. En dankjewel Daniel dat je binnenkomt het verhaal te vertellen. Dus dat is de implementatie. Dan komt het allerbelangrijkste. Misschien een iets te lang antwoord voor je, is de fase van evaluatie. Iedere zondag, ik zei het net al, afgelopen zondag was ik hier om 6 uur al op kantoor. Iedere zondag evalueer ik mijn lijsten, mijn klantenlijsten, mijn prospectlijsten, mijn hotlistlijsten. Hoe ver is iedereen? Op welke manier is iedereen bezig? Het is echt een map die ik hier op kantoor heb. Dan check ik even op welke fase begeven mensen zich. Want ik geef heel veel gratis weg. Ik heb vanochtend weer een blog geschreven met 10 do's en don'ts over Clubhouse bijvoorbeeld. Iedere week schrijf ik een blog. Tot hoeverre zijn mensen die zichzelf aan het kwalificeren zijn? En tot hoeverre zijn het freebies? Dus het moment dat ik iedere week op een zondag die check heb gedaan, dan is meestal blijft er maar 1% of 2% daadwerkelijk serieuze ondernemers over. En dan, die ga ik keihard kwalificeren.
geen idee of dit een antwoord op je vraag was, maar dit is hoe ik mijn grenzen aangeef. Het is een heel uitgebreid antwoord op mijn vraag, ja. Ja, en dat is ook wat ik adviseer aan mensen. Hou in de gaten dat advies het meest goedkope is en het meest duurde asset die je kan hebben. Het is net hoe je dat gaat positioneren. Ik zei tegen Daniel, hij is online, dus ik geef hem als voorbeeld. Hij was alleen maar video's op LinkedIn aan het zetten, alleen maar video's van iemand anders. Weet je, hij zit in zo'n systeem waar je normale algemene video's... Ik heb gezegd, stop met promoten daarvan. Heeft helemaal geen zin. Als je profilering niet goed is, nu kom ik terug op profilering. Hoe profileer je als een expert? Dan trek je dus allerlei mensen aan die gaan aanhangen. Maar als mijn profilering is redelijk keihard en redelijk recht toe recht aan. Dat schrikt al wat mensen af, dus dat is fijn. En Daniel zegt, ja, ik ga je stap voor stap volgen, amigo. Je stappen volgen, Aramiek is de nieuwe guru. Nee, man, ik ben geen nieuwe guru. Gewoon, weet je, ik heb een e-book geschreven met praktische tips. Ga het doen en geloof me. Ik heb tegen hem gezegd, je succes is gegarandeerd als je het werk daarvoor gaat doen, Daniel. Ik heb je gewaarschuwd. Oké, back to you, amiga. Was dit een antwoord op iets wat je zei? Ik weet het niet meer. Nee, ja, dat was een heel mooi uitgebreid antwoord. Ja, dankjewel. Ja, dus geven, absoluut. Mindset is geven. Mindset is vol ingaan. Mindset is altijd meer geven dan mensen verwachten. Overtreffen, overdeliveren. Absoluut, absoluut. Mensen die dichtbij mij zijn, die weet ik. Overtref op alles. Ik probeer op alles te overdeliveren. Als ze het daadwerkelijk het werk doen. Als ze het verdienen. Verdienen klinkt zo, oh, je moet mijn aandacht verdienen. Zo is het niet. Maar heel veel mensen denken dat ze het nodig hebben, dus dan willen ze gratis advies. Maar ik geef alleen maar advies aan diegenen die het echt verdienen, namelijk het werk hebben gedaan, het werk gaan doen. Dan kan ik er wat mee. Er zijn sommige mensen via Clubhouse, die komen straks, ik heb net video ontvangen van haar, Massa, die heeft gewoon al binnen 2 weken, heeft ze en haar grafrede, en de perfect day, en een collage, en een doelgroep, en een positionering meteen gedaan, binnen 14 dagen. Hey, she's doing the work. Dus dan heb ik daar tijd voor. Ja, nou, maar ik heb dat is wel een grappige, want ik merk dat, dat is wel een mooie wat je zegt. In mijn training merk ik ook dat juist de mensen die er langer over doen, soms juist betere resultaten halen, omdat het echt food for thought is, omdat het echt iets is, je hebt niet meteen de antwoorden, hè? Want ik geef nooit antwoorden, want de antwoorden zitten altijd in jou, ik stel alleen vragen. Is trouwens ook nummer 1 tip, want die vraag krijg ik heel, heel vaak, wat is nou een goede coach? Nou, daar is niet een 1-op-1 antwoord op te geven, maar 1 ding wat super belangrijk is, een coach mag jou nooit vertellen wat jij moet gaan doen. Dat zit altijd in jou. Die mag je af en toe een liefdevolle kick in de butt geven of nog een extra scherpe vraag stellen of nou ja, dat. Maar in principe moet het werk vanuit jezelf komen. Maar ik merk dat als het gaat om mijn training, bijvoorbeeld de fly training, dat degene die hier echt full force ingaan, dat zijn de mensen die soms wel een maand doen over 1 module. Omdat het gewoon zo, het heeft tijd nodig, weet je wel. Het heeft echt tijd nodig om over dingen na te denken. Over wat houdt me tegen, wat blokkeert mij, wat heeft mij zo gemaakt, wat voor onderstroom zit eronder. Wat is het verschil tussen mijn bewustzijn en onderbewustzijn, weet je wel. Hoe kan ik tot dat succes komen? Want ik wil het zo graag, ik wil het echt heel graag. En vanuit hun hart zeggen ze dan ook, nee, natuurlijk, en daar doe ik alles voor. Maar als er in die onderstroom iets zit van gebrek aan zelfvertrouwen, of bijvoorbeeld een slechte money mindset, dan wordt het echt geknok weer en gevecht. En vechten. En dat heeft weer niks met de wet van aantrekking te maken. Dus goed als mensen all-in gaan, maar het heeft voor mij niets met snelheid te maken. Nee, ik ben het helemaal met je eens. En de snelheid, ja, bedoel ik vooral met de richting is belangrijk. Ik vind richting altijd belangrijk, de, ja, snelheid. En het proces voor gang te houden. Kijk, all-in gaan is voor mij veel meer van als iemand echt put the money where the mouth is. Als diegene tijd aan gaat besteden. Ja. Als diegene echt daadwerkelijk gecommitteerd is, die heeft tijd aan besteed. Van mij mag je 3 jaar over doen over module 1. I don't give a peep about it. Als je maar gewoon bezig bent in die sfeer, in die vibe. Want je modules zijn een bepaalde ritme, neem ik aan, toch, Rianne? Je hebt een bepaalde ritme. Ja. Je hebt een, ja, opbouw. Je hebt een opbouw en afbouw. Simpel. Je begint op A, B, C, D, whatever. En als mensen echt dat tempo, want dat is het. Mensen verwachten, ik hoorde het gisteren, iemand zei tegen mij, hoe kan ik meer dan 15.000 downloads krijgen op mijn podcast? Heb je een tip? Ik zeg, ja, begin met de eerste download. Ik bedoel, ja, het is een nieuw berg. Mensen verwachten zonder het werk voor te hebben gedaan. Zonder, zoals ik heb vandaag volgens mij mijn 121ste uitzending op livestreaming. Betekent, ik ben al 120 dagen, fucking hell, 4 maanden bezig, iedere dag, om iets te bereiken
Dus je kan niet vergelijken jouw beginpunt met mijn middenpunt. Op dit moment is mijn beginpunt ook. Maar dat concept, mensen zijn gewend in quickfixes. Mensen worden continu doodgegooid met quickfixes. Het bestaat niet. En dat is wel mooi. Want dat vind ik ook wel zo mooi als je al die advertenties en zo van mensen die roepen van, oh, ik help jou dit en in een maand dat, in een maand een ton omzet. Echt, mensen die dat roepen, alsjeblieft, laat dat een grote alarmbel zijn. Ik wil echt niemand benadelen, maar er bestaat geen highway to success. Of een, weet je, iedereen, geloof me, iedereen die succesvol is, heeft daar is een enorme weg aan vooraf gegaan. En het enige wat jij en ik, in ons geval, want wij kunnen alleen voor onszelf praten, doen, is, we kunnen je wel helpen een beetje door, of een beetje, eigenlijk heel erg, maar door wel datgene wat wij zijn tegengekomen met je te delen. En inderdaad, wat Chantal zegt, start before you're ready. There's never a perfect moment. The perfect moment is now. En mensen die zitten vanuit alles roepen, dat is ook wel iets. Mensen die roepen waarom het voor hun nog niet het goede moment is, of allerlei redenen opsommen, want die zijn er namelijk altijd te vinden. Er waren voor mij, denk ik, 40 redenen te noemen waarom ik nu niet op Ibiza zou zijn. Onder mijn Insta-post krijg ik heel veel reacties van mensen zeggen, oh, ik ben jaloers, ik zou daar ook wel willen zitten. Denk ik, ja, boek een ticket, meer dan een PCR-test en gewoon die QR-code die iedereen kan downloaden, heb je niet nodig. Het is allemaal niet zo gecompliceerd. En als er een grote reden om het niet te doen is, snap ik dat helemaal, dat begrijp ik ook. Alleen ga niet zeggen, ja, ik zou dat ook wel willen. Ga het doen. Start vandaag. En ga niet roepen, ik heb niet dit en ik kan niet dat en het is niet zo. Dan moet je het ook afschrijven. Dus echt willen en besluiten. En inderdaad, wat Rianneke zegt, die willen niet echt. En weet je wat nou het mooie is? Ik zeg dan altijd, die willen dat ze het zouden willen. Daar zit het verschil. Ja. Tussen het besluiten en het willen zit zo'n evident groot. Maar dat is wel een land dat het kan, hoor. Dat is wel een land waar het mogelijk is, trouwens. Dat vergeten mensen. Dat is wel een land dat alles wat je zegt, gewoon wat niet kan, gewoon mogelijk is. Oh ja? Ja, dat noemen ze Neverland. Disneyland. Bijna. Ik vond het zo leuk altijd als een van mijn mentoren dat vanuit het podium zei. En iedereen was echt benieuwd, waar heeft hij het over? Dan noemde hij dat La La Land. Enige land. La La Land. Als je gaat dromen, yeah, you know what I mean. Het is echt. En weet je wat ik leuk vind? Hier is Chantal Goede. Mensen die echt willen beginnen, gewoon als je graag genoeg wilt, heb je geen. Weet je, it's all about hoe groot is je why en hoe. Weet je, dan komt de haal vanzelf. Het is echt altijd, als er geen pijnpunt is. Ik heb zo vaak mensen gehoord die enthousiast zijn. Oh, Aramiek, ik ga dit doen, ik ga dat doen. Oh, ik volg het allemaal meteen. Ja, na 3 dagen hoor ik niks, een week niks, 2 maanden niks. En er zijn mensen die zonder dat ze met mij hebben gesproken al lang bezig zijn geweest. Die hebben gewoon de blogs gelezen. Want dan krijg ik alleen maar het einde. Dus dan kijk maar wat ik heb gedaan. Zonder dat ik al heb gezegd dat ze dat moeten doen. Snap je? Dus als de pijn, en dat is het probleem van ons mensen. Dat is echt, dat vind ik echt heel heftig. Zeker nu ik al een tijdje dit werk doe. Vroeger zei mijn mentor, Nisande, en zijn vrouw vooral, Ferret. Daar heb ik heel hard mee gewerkt. Die heeft me echt keiharde kick in de ass gegeven. Want ik was heel erg lui. Ik dacht dat alles naar me toe kwam. Snap je? Ik manifesteerde ook alles, snap je? Ik ben charmant, ik kan alles voor elkaar krijgen, ik heb hoge energie, dus ik trek dingen aan, oké? Okay? Buiten dat ik. Maar ik kon heel makkelijk mijn laziness, ik kon heel makkelijk mijn luiheid, kon ik achter schuilen. Ik hoefde weinig voor te doen, snap je? Ik kreeg gewoon dingen voor elkaar, of nou onderhandelingen waren, of dingen voor elkaar krijgen bij deelnemers. Ik had dat, ik heb het nog steeds. Maar altijd werd ik door haar op de vingers getikt, en ze was heel scherp, ze is heel scherp. Die zei altijd tegen me, weet je, het is gewoon heel simpel. Maakt niet uit welk trucje je uithaalt. Maakt niet uit welk spelletje je met mensen speelt. Maakt niet uit welke neveneffecten. Maakt niet uit hoe je schuilt achter alle onzin. Zij zegt, het is heel simpel. Onthoud één ding. En dat heb ik altijd onthouden. Het is zo'n keihard ding altijd. Ik denk, godver, het is weer waar, hoor. Ze zei altijd, je kunt mensen alleen maar brengen tot waar jij bent. Ja. You can only bring people to where you are. Onze communicatie ging in het Engels. Zei ze, je kunt mensen niet verder gaan brengen dan waar jij op dit moment je begeeft. Dus als jij naar de buitenwereld nep bent, fake bent, vars bent, niet echt bent. En je doet alsof je ondernemer bent. Intussen zijn wij je grootste opdrachtgever. Er komt geld binnen, dus je hoeft niks te doen. En je gaat mensen vertellen dat ze iets moeten gaan doen. You know? Talk the walk. Ze heeft mij geleerd. Niet walk the talk. Ze heeft mij geleerd. Talk the walk. Dus leer mensen wat jij aan het doen bent wat succesvol is. Want dan heb je altijd de waarheid. Dan heb je altijd de eerlijke reflectie en resultaat. Ja.
En dat is zo in mijn... Nog steeds. Ik heb haar al, ik denk al een jaar of 5, 6 niet gesproken. Maar nog steeds haar adviezen, haar coaching deed in die tijd ontzettend pijn. Ik heb het ook afgedaan als, ze heeft er geen idee van. Lul maar lekker raak. Ik krijg toch... Snap je? Die arrogantie, die naïviteit. Maar nu ik zelf in het center of, hoe heet dat, mijn bedrijf ben, echt voel wat zonder dat ik marketing en sales kan doen, kan ik niemand aantrekken. Zonder dat ik het werk zal doen, zonder resultaten, word ik niet aangetrokken door mensen. En dat is een hele heftige. Van, ik kan alleen maar mensen brengen tot waar ik ben. Ja, ja. En, maar dat is ook voor mij, is het ook bijvoorbeeld als het gaat om de mensen die ik inhuur, bijvoorbeeld coaches. Een coach, een goede coach, is voor mij ook altijd verder dan waar ik ben. Weet je, anders hou je jezelf voor de gek. En het meest bijzondere is wel, als je daar de wet van toepassing weer op, of wet van aantrekking weer op toepast, is dat being a victim is not a happy place. Snap je? Als je in die slachtofferrol gaat zitten, dan heb je zo'n lage energie dat daar trek je geen succes mee aan. Daar trek je geen succesvolle mensen mee aan. Daar trek je geen succesvolle situaties mee aan. Sterker nog, je blinddoekt jezelf voor alle mogelijkheden die er zijn. En ik vind eigenlijk dat er vrijwel nooit een excuus is om iets wat je graag wil niet na te gaan jagen. Kijk naar Bibian Menthol. Rest in peace. Maar wat zij voor elkaar kreeg. En ik vind ook bijvoorbeeld Richard, die in Spanje zit. Dus niet aanwezig. Ja. Als ik zie hoe hij nu bezig is. En weet je, laten we in godsnaam een voorbeeld aan dat soort mensen nemen. Hij is disabled en is iedere dag aan het sporten om weer mobiel te worden. Voor zover dat voor hem haalbaar is. En dan denk ik, en dan zitten wij te klagen over... Nou, ik krijg echt kippenvel van die man. En dan hoor ik om me heen zoveel geklaag over mensen die eigenlijk een droom hebben, maar door die futiliteit een mega bullshit excuus maken. Dan denk ik, kijk. En Richard leeft gewoon ook nog eens zijn droom. Die is gewoon naar fucking Spanje gegaan. Waar mensen in Nederland nu al afhaken. Om allerlei simpele redenen. En hij er gaat met zijn lijf, wat niet doet wat hij zou willen dat het zou moeten doen. Gaat hij naar Spanje en gaat daar zo hard aan zijn revalidatie werken, dat ik voor iedereen die ik hier in Nederland spreek en ook voor mezelf, als er ook maar weer een bullshit excuus in me opkomt, denk ik, en Richard zit daar, moet je kijken, en dan zie ik weer een filmpje van hem voorbij komen, dat hij weer aan het revalideren is en de plannen die hij heeft en hoe hij ook weer met zijn business aan de bak is, weet je wel, dan denk ik, respect. Dit zijn de mensen die ons op de been houden. Mooi is dat. Richard is degene die ons op de been houdt. Absoluut, absoluut. Weet je, dat is ook wel heel symbolisch. Hè? De man die zijn benen af en toe vervloekt, denk ik. Maar hij is wel degene die mij op sommige momenten echt op de benen houdt. Omdat ik weer met een of ander bullshit excuus in mijn hoofd eventueel opkom. Ja, ja. En weet je, het leuke is, ik ken een heleboel mensen online niet persoonlijk. Maar Richard heb ik natuurlijk leren kennen. We zijn vorig jaar de zomer, zijn we zelfs uit eten geweest samen. Het is niet alleen dat hij dat online is. Hij is zo'n lieve, aardige, liefdevolle, fantastische kerel, weet je. We zijn met de meiden daar geweest, met Richard, met zijn twee collega's, Bas en Jan. We hebben daar echt buiten bij Chinees gegeten. Het was zo'n leuke middag, weet je. Het is ook altijd, ik zeg altijd, reflectie van wat je online doet. Is een reflectie van je ook, van wie je van werkelijkheid bent. Zorg dat klopt bij elkaar. En bij Richard klopt dat, weet je. Het is zo leuk om te zien. En alle credits aan Richard, maar ook Richard, je hebt het werk ervoor aan het doen. Je bent iedere week, bijna iedere dag, ben je hier bij ons. Je bent iedere keer, ben je volgende stap aan het nemen. Je bent die volgende commitment aan het uitspreken. Dus het is niet alleen maar het zijn van die fantastische kerel, maar je bent ook het werk aan het doen. En daar word ik blij van. Het werk doen is altijd het begin van de transformatie. Implementatie is sleutel tot succes. Snap je? En nu zegt Daniel, inspirerend om dit allemaal te horen. Media beïnvloed direct, maar ook niet door. Ga voor wat je wil. Ga echt voor... En echt voor gaan. Yes, absoluut. En weet je wat het is? We kunnen heel veel mensen de schuld geven. Ik kan een hele systeem, belastingdienst, overheid, corona. Ik kan iedereen de schuld geven van mijn eigen tekortkoming. Je jeugd, mijn ouders, mijn opvoeding, de oorlog, vluchtelingverhalen. Er zijn duizend. Iedereen heeft zo'n bakje met allemaal bullshit verhalen uit het verleden. En bij ieder gegeven moment kunnen we daar dingen uithalen. Ieder gegeven moment, en ik was een van de grootste smoesjes voorzien, excuses voorzien, dus ik ken ze. Inmiddels al 1000 keer heb ik het gebruikt. En dan is dat het. Maar ik zou veel meer
En dat is ook waar we energie van krijgen. Mensen die verantwoordelijkheid nemen, no matter what. Mensen die ervoor gaan, no matter what. Als ik ze dan spreek, dan zeggen ze, ja, weet je, ik had het nog niet af, dus ik heb de nacht doorgehad. Oh, echt? Ja, terwijl je gewoon... Ik bedoel, een van mijn voorbeelden, dit klinkt misschien heel erg cheesy, want ze is online en, weet je, ik leef met haar al meer dan 10 jaar. Een van die voorbeelden is voor mij Chantal. Dag in, dag uit. Er is geen enkele dag geweest. En die dagen heb ik gehad, zij heeft het niet gehad. Al meer dan 3 jaar is ze iedere ochtend... gaat er een tekening, gaat er een ochtendpost op LinkedIn. Iedere ochtend voor 9 uur. Al meer dan 3 jaar. 3 jaar betekent meer dan 1000 dagen. Of we nou op vakantie waren. Of kinderen wel huilden of niet. Of kinderen kwamen of niet. Of er allerlei problemen waren of niet. Of het weekend was of niet. Of er dingen speelden of niet. Was er lockdown, lock-up, vakantie. Al die onzinverhalen, wat ik heel vaak hoor... gedurende de afgelopen... 5, 6 jaar dat ik met LinkedIn bezig ben, is zij de enige die al meer dan 3 jaar dag in, dag uit, dag in, dag uit, de consistentie heeft gehad, en nog steeds heeft, consequent is. En ja, vind je gek dat ze inmiddels een internationaal netwerk opgebouwd heeft? Vind je gek dat ze van over de hele wereld testimonials recommendation gaat krijgen? Vind je het gek dat zo iemand dus echt groeit, zichzelf overstijgt, dus naar de volgende level gaat? Inmiddels volgens mij met haar tweede of derde product bezig, om vanuit China te laten bestellen. Snap je? Dat is voor mij altijd... Put the money where the mouth is. Voor mij is zij een mega, mega voorbeeld. Omdat ons leven ook niet altijd over de rozen gaat. Intussen zijn we nog 1/2 jaar in Spanje geweest. Met heel veel teruststelling teruggekomen. We hebben daarna een businessgebied op te bouwen. Er zijn genoeg shit en excuusverhalen geweest. Dat het haar wel eens kan laten barsten of breken. Nog nooit gedaan. En zit daar niet juist ook een succesfactor? Want ik zit me wel eens te bedenken, Aramiek. Als je kijkt naar succesvolle mensen. Is dat eigenlijk zonder uitzondering, durf ik bijna wel te zeggen. Zijn dat mensen met bagage. Zijn dat mensen die het misschien vanuit hun jeugd niet makkelijk hebben gehad. Zijn dat mensen die... eerst 4 keer gefaald hebben voordat falen vind ik, dat het is geen falen, maar die 4 keer misschien een keer een business opgebouwd hebben die niet succesvol is geworden, die misschien 3 keer failliet zijn gegaan, om uiteindelijk tot dat succes te komen. En zit daar dus niet ook een kracht? Want wat jij net ook zei, die highway to success, die is er niet. En zit daar niet dan juist ook een kracht in... dat what doesn't kill you makes you stronger. En degene die zich dat realiseren en toch weer opstaan en weer doorgaan. Volgens mij zit daar de onderscheidende karakter van een ondernemer. En ik kom niet uit een ondernemersgezin. En sterker nog, ik kom echt uit een gezin waar heel erg... het liefst moest je dan... Het mooiste was als je een baan kreeg bij Philips. Weet je wel, ja, dat? Precies. En dan ging je daar nooit meer weg. Ja. Bij wijze van spreken dat. En ik heb ook geen rooskleurige jeugd gehad. Sterk, nou ja, dat is hoe, nog... Hoe was het voor je? Vertel. Wat was het dan? Wat zeg je? Wat is er dan in je jeugd geweest? Nou, gewoon echt geen veilige jeugd gehad. Dus ik ben op mijn 16e ook het huis uitgegaan zelf. En ik heb altijd voor mezelf moeten zorgen. En ik heb wel 4 oudere broers, te gekke broers. Maar ook zij, weet je, als jij in een onveilige thuissituatie zit, dan, en dat is eigenlijk denk ik het meest schrijnende, is dat je dan, je gaat niet met elkaar verbinden. Want je bent zo bezig met je eigen veiligheid, dat je wordt eilandjes. En dat is eigenlijk heel zonde. Dus red jezelf, dat is het eigenlijk een beetje. En... maar het heeft me wel gemaakt, weet je wel. It made me a warrior, weet je wel. Ik bedoel... Je had het ook kunnen gebruiken. Je had ook andersom kunnen gebruiken. Je had ook een drugsverslaafde kunnen zijn. Je had ook gewoon... Exact. En ik had ook nu kunnen zeggen... ja, dat heb ik allemaal niet meegekregen. Of ja, ik ben getraumatiseerd. En ja, ik heb niet dit en ik heb niet dat. Ik heb dat nooit gedaan. Ik heb altijd gedacht van... het is ook... Kijk, het heeft me echt ook sterker gemaakt. En ik heb niet... ik heb er ook helemaal niet het gevoel bij. En ik weet niet hoe dat bij jou zit. Maar ik heb niet het gevoel dat ik dat nodig heb als excuus om iets niet te doen. Het is juist een heel grote reden en een enorme drive om wel
dat succes te creëren. En om wel gewoon te gaan voor wat mij gelukkig maakt. Want in mijn jeugd kon ik niet kiezen voor een... En dat wil niet zeggen dat ik alleen maar heel ongelukkig ben geweest. Dat is het niet. Maar het vormt je op een bepaalde manier. En ja, het heeft mij uiteindelijk gemaakt tot waar ik nu ben. En ik leef potverdorie deels in Nederland en een deels hier op dit eiland. En ik heb eind van deze maand komt... of begin volgende maand, begin mei, komt mijn jongste broer. Ik ben de allerjongste, maar mijn jongste broer, waar ik echt wel een speciale band mee heb, die komt hierheen. En dan mag ik hem, want hij heeft altijd best wel goed voor mij gezorgd. Wat cool. En dan kan ik hem hier lekker pamperen. En dan mag hij hier helemaal gaan. Ja, weet je. En hoe voelt dat voor je als je dat doet? Hoe voelt dat voor je? Ja, dat voelt te gek dat ik dat kan doen. Dat voelt, nou, als je het dan hebt over dankbaarheid. Ja, dat hij hier lekker is. En dat ik hem kan zorgen dat hij de lekkerste vis van het eiland eet. En dat hij s'avonds hier met een... ik ga het even laten zien. Maar, ja, maar. Weet je, hier s'avonds lekker op de veranda. Lekker een biertje. Lekker een San Miguelletje. Lekker drinkt zo. En ja, dat voelt fantastisch. Doe het nog een keertje. Ik heb je nu ingezoomd. Doe het nog een keertje wat je net deed. Ja, zal ik het even... Wil je dat ik een stukje loop? Ja, want dan ga ik hem... Wacht even. Dan, als je even wacht, dan ga ik mezelf removen. Ik zet jou gewoon een groot. Oké, ga je gaan. Hoor ik jou nog? Ja, als het goed is ik wel. Ik hoor jou niet. Aramiek? Jawel, als het goed is moet je mij horen, toch? Ga maar door. Ga gewoon door. Rianne, wacht even. Ga gewoon door. Het maakt niet uit dat je me niet hoort. Geef ons een rondleiding. Oh. Ik zet jou gewoon groot. Okay. Dus ga lekker door. Ik zet jou even erop. Okay? Ik zet gewoon remote. Nou kijk, het is een beetje... 'S ochtends is het een beetje fris. Dus dan gaat die aan. De kachel. De houtkachel. Ja, nou. Het is niet groot, maar het is heel fijn. De keuken. En ik zal nog even verder lopen. Ik weet niet hoe ver ik kan lopen met de wifi hier. Maar ik zal hem hier nog even. Geef een geel als jullie mij. Gaat goed. Ga maar door. Dat dus. Kijk. Mooie planten in de tuin ook. Beautiful. En het is zonnig weer. Nou ja, dat is het. Wat prachtig. Wat gaaf. Ik vind het vet. Ja. Het is echt heel vet. En wifi heeft het gewoon gedaan, hoor, zover ik het kan zien. Dus je bent gewoon nog steeds daar. Dit. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Wacht, ik maak je weer groot. Wacht even. Ja? Ach, mooi. Prachtig. Prachtige poortje. Wat prachtig zeg. Ja, nou daar beneden. Want we hebben 4 slaapkamers. Maar beneden hebben we een heel leuk appartement. Zeg dat nou niet. Straks liggen ze allemaal voor de deur. Ik kom er even zitten. Dames en heren, Rianne vanuit Spanje. Hey! Oh, wat dierlijk. Nou ja, dus daar word ik heel gelukkig van als ik dat kan delen. Maar ik ben daar ook. En ik ben even benieuwd hoe jij dat doet, Aramiek. Thanks for sharing. Als je het dan hebt over set boundaries like a motherfucker. Hier in huis komen maar heel weinig mensen. En dat is bij mij in Nederland ook. En als je het dan hebt over set boundaries like a motherfucker. Ja, dit is zo... dit huis heet niet voor niks Villa Dances. En Dances is... de eerste 3 letters van de tweede namen van onze kinderen. Dus dit is echt een familiehuis. En dus wij delen dit ook echt alleen maar met mensen die zo dicht bij ons hart liggen. Maar het allerbelangrijkste nog, die we niet bezig hoeven te houden. Want wij zijn hier gewoon aan het werk. Dus als mensen hierheen komen en die gaan... Rianne, ho. Wacht even. Dit kan Nee, daar bedoel ik jou niet mee, maar dat is helemaal niet. Wacht. Jezus. Dus jij wil zeggen, zo prachtig weer al, je bent gewoon aan het werk. Al die arme mensen hebben die illusie dat je alleen maar naar vakantie viert, alleen maar uit je neus aan het vreten bent. Dat je alleen maar sangria's drinkt, half dronken in het zwembad ligt. En je bent aan het werk. Ga je ons nou uit die droom helpen? Jezus. Nou, lekker hoor.
Ja, ik was vanaf vanmorgen 6:30 al aan het mediteren. En heel hard gewerkt al. En, dus ik ben gewoon aan het werk. Net zoals in Nederland ben ik hier ook heel hard aan het werk. Daar gaat de droom. Daar gaat de laptop lifestyle groep. Dat ze zeggen, ja, je hoeft maar 2 uur per dag te werken. Dan heb je miljoenen verdiend. Nou, bedankt voor het desillusioneren daarvan, van die droom. Ja, nou, dat, zo is het. Ik werk echter wel maar 3 dagen in de week. Ja. Maar daar hebben we het al eerder over gehad. Yes, hè? Dat, en dat, volgens mij werkt dat bij jou ook zo. Die andere dagen ben ik het meest productief. Omdat dat zijn de dagen waarop ik geen afspraken heb. En dan word ik geïnspireerd. Ga ik nog meer sporten. Ga ik nog meer bewegen. En precies, dan komt de geïnspireerde actie. Dus eigenlijk zijn de dagen waarop ik zogenaamd niet werk. Dus geen afspraken heb. Ik ben er ook echt heel streng in. Ik plan echt geen afspraken. Dat zijn de dagen dat ik, dat mijn bedrijf groeit. En dat zijn eigenlijk de zaadjes iedere keer weer voor de groei van mijn bedrijf. En dat heb jij natuurlijk op zondag, dat jij evalueert. Ook, weet je. En dan heb je de rust om na te denken over wat er daarna komen gaat. En wat je wil en waar je blij van wordt. En nou ja. Ja, ik ben even op de volgers aan het focussen. Die klinken helemaal mooi. Yes. Listen, en ik geloof er heilig in. Dat is ook een sport. Op ieder vakgebied is het ook zo. In de muziek zelf. Stilte is ook een nood. Weet je? In herstellen bij sporten. Ja. Juist ga je spieren groeien. Mensen denken, oh, ik moet 7 dagen per week. Moet knallen. Juist sporters die trainen, slapen, rusten. Rust is zo'n belangrijk factor bij sporters. Bij zoveel topsporters hebben zelfs een slaapritme. Slaap wordt het meeste gemeten. Hun trainingen, dat weten ze. Dat doen ze al jarenlang. Dan maken ze meestal niet zorgen. Maar wat ze eromheen doen. En ik hoorde gisteren, of ik las gisteren. Ik ben echt een voetbalfan. En ik vind het magazine van Helden fantastisch. Ik zag een interview met de bondscoach. Met Frank de Boer. Dan hadden ze het over zijn periode bij Barcelona. Waarom het mislukt was. Want hij was zo groot. Hij heeft een rechtszaak aangespannen tegen Ajax. Zijn ze met z'n tweeën. Met Ronald en Frank zijn ze naar Barcelona verkast. Bij Louis van Gaal. Eigenlijk hadden ze de Wereldcup kunnen winnen. Eigenlijk hadden ze heel veel met Barcelona kunnen winnen. Is niet gelukt. Toen weet je wat wat de journalist aan hem vroeg, Rianne, die vroeg van, hoe kan dat? Jullie waren op je allerbeste level, jullie hadden net het WK als derde afgesloten, dus het waren echt talentvolle jongens. Hij zegt, weet je wat het was? We hebben ons laten afleiden door onze vrienden, familie te pleasen en van ons welte te laten groeien hier in Barcelona. Maar wat wij vergeten is bij Ajax, we trainen, aten, rusten, sliepen. Maar hier in Barcelona gingen we met die vrienden uit eten. Gingen we naar de training naar die kroeg toe. We wilden allerlei dingen laten zien. Dus door dat continu te doen, waren we niet 100% dedicated, gefocust met hetgene wat eigenlijk kwamen doen. Dat betekende bij hem was vooral slapen, vooral rusten. Want het was een hoger level. Het was zo mooi om in zijn interview dat soort momenten uit te pikken. Van waarom dingen niet goed zijn gegaan. Hij zegt, nou, ik heb me laten afleiden. Ik wilde te veel mensen laten pleasen, ja. Vrienden die overkwamen, ouders die overkwamen. Ik voelde me schuldig ten opzichte van hen. Dus weet je, nou ja, en dat is dus precies wat hier ook heel erg op de loer ligt. Omdat heel veel mensen bij je langs willen komen. Ja. En ja, je wilt toch, je gaat je dan toch aanpassen, weet je wel. Want je gaat toch dan nog een keer extra die dag boodschappen doen om te zorgen dat die koelkast vol zit. Je gaat die mensen toch bezighouden. Je gaat toch weer een lunch maken. Je gaat toch. En ondertussen gaan je zakelijke activiteiten gaan worden steeds minder. En je zit eigenlijk van alle twee doe je net niet voldoende. Dus daar word je heel onrustig van. En dus leef je ook niet. Ja, weet je, ik vind rust zo ongelooflijk belangrijk. Het is, ik ben een ontzettend, net zoals jij, heel actief en altijd in de aanstand en altijd in de actiestand. Maar het zijn juist de rustmomenten die eigenlijk de gouden eieren zijn voor je bedrijf. Want hoe doe jij dat, Aramiek? Hoe kom jij zakelijk tot rust? Ik denk dat mijn zakelijke rust komt vooral in. Maar zondag is voor mij belangrijk. Ik mis ook als ik de zondag. Voor het vorige week zondag heb ik niet gehad. Was Pasen, we waren weg. Heb ik echt gemist. Dus dat is qua conditioning is voor mij ontzettend belangrijk om even stap op de plaats te maken. Maar te gaan voelen, kijken. Niet alleen naar cijfers. Ik voel ook heel vaak. Ik stem ook af op klanten of prospects of mensen. Samenwerken. Maar voor mij is het altijd. Er gebeurt zoveel door de week dat ik geen tijd heb om stil te staan. Dus wat ik altijd heel graag doe, bijvoorbeeld 's avonds. Wat ik heel graag doe, ik bekijk bijvoorbeeld inspiratievideo's op YouTube. Ik heb een aantal mentoren, een aantal mensen die mij echt inspireren. Op het moment dat ik kapot ben, en als ik niet te slaap kan, wat. Bij mij werkt het zo, als ik heel erg moe ben,
dan kan ik niet slapen. Ik moet eerst rustig ontladen. Er moet eerst een laagje eroverheen voordat ik ga slapen. Dat werkt bij mijn ritme. Is dat zo. Ook als ik naar bed ga, dan kan ik zo urenlang op, niet in slaap vallen. Dus dan bescherm ik mezelf daartegen. Dus hoe ik zaken tot rust kom, is even uit de zaak te stappen. Even helikopterview. En dat doe ik gemiddeld tussen een uur en anderhalf uur per dag. Hangt vanaf welke tijdstip is. Dus dan check ik dat. Tweede wat voor mij ontzettend goed werkt, is meditatie. De dag beginnen met meditatie. Aan het midden van de dag tijd plannen om 10 minuten te gaan mediteren. Aan het eind van de avond. Ik ga iedere avond naar bed met Michael Pilarczyk bijvoorbeeld in mijn oren. Dan heb ik een van zijn meditaties op. Dus dat is ook voor mij ontladen, herladen. Maar vooral nagaan voelen van oké. Heb ik dat werk? Is dit mijn perfecte dag? Was dit mijn perfecte dag? Is dit zoals ik mijn leven wil leiden? Ja. En dat zijn die drie vragen. Heb ik je ooit die drie vragen van Brandon Bouchard gedeeld met je? Dat is Brandon Bouchard is een grote trainer, een grote online marketeer en trainer. Die zegt altijd aan het eind van de dag stel ik mezelf drie vragen. Did I live? Heb ik geleefd? Vandaag heb ik geleefd. Tweede, did I love? Heb ik gehouden? Heb ik van mensen gegeven? Heb ik alles gezegd wat ik moest zeggen? En derde vraag is altijd, did I make a difference? Heb ik het verschil gemaakt? Snap je, dat zijn van die bewustwording vragen. Die vind ik altijd heel mooi om met mezelf te checken. Van tot hoeverre heb ik mijn potentie vervuld? En voor mensen buiten die zeggen, ja, maar dan ben je zo streng tegen jezelf. Dan sta je aan, dan is het al... Nee, juist niet. Dat is voor mij altijd Jim Rohn zegt altijd, weet je, je poetst ook 3 keer per dag je tanden. Hoezo moet je niet 3 keer per dag jezelf motiveren? Hoezo moet je die rust niet pakken, snap je? Dus voor mij is het part of the deal juist om stil te staan. Maar ook vooral te gaan kijken van, oké, op welke manier ben ik bezig de consciousness verhogen. Want daar geloof ik echt heilig in. En hoe harder ik praat, hoe harder de volgers praten. Ik vind het perfect hoor. Hey, en ik ben wel benieuwd even naar de mensen die nu live zijn. Hoe zij... dit is wel een mooie trouwens van Richard. Voor het eerst... ik heb voor het eerst... Voor het eerste jaar. In het eerste jaar elke week mensen op bezoek. Nou ja, hier hetzelfde. Ze vreten je koelkast leeg. Ze nemen je auto mee. Ze laten hem hier met een lege tank. Het is echt. Je bent eigenlijk een soort hotel. Maar goed, dat terzijde. Maar ik ben even benieuwd. De mensen hieronder, reageer even hoe jullie tot rust komen. Laat even in de comments achter wat het is wat jou tot rust brengt. Wat het is waar je zen van wordt. Waarvan je merkt dat dus eigenlijk je energie weer gaat stromen. Want dat is het eigenlijk. Want mensen denken dat energie is altijd aanstaan en in de actie zijn. Maar dat is het vaak niet. Want het is vaak vanuit moeten. Vanuit weer aan de gang zijn. En vanuit geconditioneerde gedachten die we vanuit onze jeugd hebben meegekregen. Je moet hard werken. De echte voor je energie geld. Ja, is luisteren naar je hart, is luisteren naar je gedachten. En vanuit die, ja, dat kompas, zeg maar, je innerlijk kompas, vanuit gaan handelen. Dus ik ben wel heel benieuwd, jongens, laat vooral even achter. Ja, Hendrik zegt hieronder. Modelbouwhobby is mijn meditatie. En trouwens, Hendrik, just that you know, meditatie, ik slaap altijd bij meditatie. Je moet een keertje Raymond hier op kantoor horen. Als ik even alles uitzet, ga ik hier op mijn bureaustoel zo liggen met mijn voeten erop. Dan zet ik Michael Pilarczyk aan, dan ben ik binnen 2 minuten, lig ik te slapen, hoor. Het is niet zo dat ik heel bewust daar zit met mijn gedachten. Voor mij is dat een vorm van ontspanning. Dus als je bij meditatie slaapt, des te beter. Het werkt op je onderbewuste. Daniel zegt gamen hier. Rianneke zegt muziek, zingen, dansen. Helemaal in mijn eentje. In het zonnetje zitten. Ah, mooi. Even kijken. Daniel zegt andere gedachten, fantasie. Het brengt mij inspiratie, kracht. Gaming is mijn rust. Mooi. Kathleen zegt een lange wandeling met de hond. Piano spelen brengt me ook tot rust. Wat mooi. Wat speel je graag, Kathleen? En welke liedjes speel je graag? Ik ben benieuwd welke muziek je graag speelt. Ja, mooi. Richard zegt, muziek op, trainen in de sportschool, 2 uur in mijn eigen wereld en live. Very nice. Very, very nice. Ja. En Aramiek, ik heb een vraag aan jou. Hè? Want je had het net over die drie vragen van Brandon Bouchard. Did I live, did I love and did I make a difference? Daar zit een grootsheid in die vragen. Ja, die zijn wat ik zo ongelooflijk mooi vind. Want die vragen raken mij heel erg, omdat het... Het trekt je meteen uit het alledaagse. Het reflecteert meteen als jij die dag heel gestrest bent geweest omdat je dit, dat je denkt, live a little, weet je wel, dat. Waar schuilt jouw grootsheid? Waar zie jij jezelf over 5 jaar als jij vanuit jouw grootsheid doet, waar je, zeg maar, die legacy die je achter te laten hebt? Eerlijk?
En nu ga ik misschien mensen tegen de gezierde been schoppen. Ik zie echt mijn grootsheid in de impact-invloed die ik creëer in een grote community. Ik zie mezelf zo trainingen zoals Brandon of Tony doen. Als het online is met zo'n 360 graden ding met de 10.000 mensen. Ik zie dat echt. Binnen 5 jaar is dat het podium wat er gaat komen. Zonder arrogant te zijn, zonder mezelf allerlei dingen te benoemen. Nee, maar dus voor dat mij is Nederlands, dat echt, hè? Om dit te moeten zeggen. Just that stop. You know. It is you know. Het gaat mij erom, het moment dat ik... Ik had gisteren een coaching sessie met Eva. Eva is haar boek aan het schrijven. En we zijn een strategie aan het zetten om haar op nummer 1 positie te brengen. Op managementboek.nl. En dan merk ik aan haar, ze gaat continu dingen verzinnen om maar mensen te willen overtuigen dat ze haar boek moeten kopen. Slash of wat. Ik zeg, nee, het enige wat je wilt doen is het verhaal is, ik wil op nummer 1 positie van managementboek te zijn. Ja, is dat dan wel, zeg maar, dan zegt zij dan, is dat wel de juiste, moet ik dat wel doen bij Nederlanders? Snap je zoiets van, oh, is dat niet arrogant? Ik zeg, lieve schat, dat is zo'n prachtige positie. Als je dat hebt bereikt, betekent, dan bereik je meer mensen. Voor mij, ik leef op mensen. Ik kan er niks aan doen. Ik vind online fantastisch als het online is, helemaal te gek. Maar ik ben iemand die heel graag live het verschil wil maken. Ik wil het in de ogen zien van mensen. Ik knuffel graag met mensen. Ik geef high fives. Mijn energie gaat 1000 keer hoger viben. De kritische massa in mij verlangt naar grote massa's met mensen. En nu komt met grote massa het verschil maken samen. Dus niet per se 10.000 mensen. Dan heb je geen contact meer. Ik heb in training gezeten waar 20.000, 30.000 mensen waren. 60.000 mensen waren. We waren met z'n allen 1. Dus het is niet, oh, als het meer dan 8 mensen worden, dan heb ik minder impact. Die mindfucks heb ik al lang niet meer. Maar ik zie mij over 5 jaar... wanneer het online is, zo'n 360 graden ding van Tony en de Brandon doen. En zo niet, grote zalen om de 3 maanden minstens 10.000 man gewoon in de zaal te hebben. Hun leven volledig transformeren. Mijn woord is altijd, ik ben geobsedeerd doordat ik transformatie wil brengen bij mensen. Dat is echt mijn obsessie. Transformatie is mijn woord. Mensen is niet LinkedIn, is niet business. Voor mij is transformatie, het staat echt zo op nummer 1. Want het moment dat mensen dat ene stapje nemen, het moment dat kwartje valt. Het moment dat ik zie ze van energie veranderen, ach man, dan kan ik gewoon vliegen met ze. Hey, Kathleen vraagt aan jou, heb jij je klanten ook aangeraden om dat te vertellen, dat ze nummer 1 wil worden bij in managementboek? Absoluut. Ik heb gezegd, ja. Je wil niet zeggen dat je boeken wil verkopen, of dat de klanten wil, of dat er doos boeken tegenover de training is. Nee, ga vertellen, wil je mij alsjeblieft helpen om samen op nummer 1 op managementboek te komen? Absoluut, ja. Dat is exact wat ik gezegd heb. Want de rest is een verkooppraatje. De rest wordt een pitch. Voor wat? Voor een boek wat 17 euro kost. Ik bedoel, that's not a big really sales. Alleen dan ga je te veel in detail. Terwijl de missie voor mensen vele malen belangrijk is. De missie en de visie die iemand heeft om mensen te helpen. Het verhaal eromheen werkt 10.000 keer beter dan alleen maar zeggen, ja, mijn doel is om 1500 boeken te verkopen, dan word ik op nummer 1. Nee, vertel het verhaal. Wat maakt het belangrijk dat je op nummer 1 managementboek wil van komen, you know? Ja. Dus ja, dat heb ik verteld. Maar is het niet ook een manier, Aramiek, wat voor mij heel erg werkt, is te leven vanuit je grootsheid en te handelen vanuit je grootsheid. Want voor mij, binnen nu en 3 jaar, sta ik gewoon op een heel groot podium. Maak ik voor mensen het verschil. En misschien doen we dat voor een deel wel samen. Bij deze, ik ben man als gastspreker. Maakt niet uit wat je doet. Nou, of misschien moeten we samen een event organiseren. Kan ook luister, nog. Ik vind dat. Ja, want ik heb een commitment dat we online een training gingen doen. Jazeker. Ja. Nou ja, dus een deel online en een deel gewoon echt dat live. Dat mensen aankijken, voelen wat de sfeer is, daarop inspelen. En heel veel onvoorbereid ook, want daar geloof ik heel erg zeker. In. Geen keurslijf. Mensen de ruimte geven en echt die verbinding aangaan. En voor mij is het dan vervolgens dat ik met een selecte groep weer hier naar Ibiza ga om te gaan masterminden. Dus een workation mastermind meets workation met een selecte groep ondernemers. Dan heb je grote ruimte nodig, hoor. Je moet 10 keer groter, hè? Je moet wel denken. Oh ja. Nou, nog veel. Nee, maar nee. Nou ja, weet je wat het is? Dat gaat niet heel veel groter worden. Want ik merk dat ik hecht enorm aan mijn vrijheid. En meer dan 4 masterminds ga ik hier niet doen. Goed, dat klinkt heel raar, maar ik ga daar heel veel nee tegen zeggen. Ik ga er heel veel geld voor vragen en ik ga er heel erg nee tegen zeggen. Maar ik ga ook badass kwaliteit leveren. Want ik kan 10 keer ja zeggen. Dat kan. Maar weet je wat er gebeurt? De mensen die in die 6e, 7e of 8e mastermind zitten, die krijgen maar a piece of me. Begrijp wat ik bedoel? Omdat mijn energie. Ik heb zoveel ruimte voor mijzelf nodig, voor rust, voor wandelen, tot mezelf komen. Ik bedoel, ik nodig hier al nauwelijks iemand uit. Laat staan dat ik op Ibiza hier geleefd word, omdat ik van de ene mastermind in de andere rol.
als ik het doe, doe ik het goed. En dat betekent, en ook alleen met de mensen die committed zijn. Dus dat betekent dat ik heb liever een stukje dat vanuit spaarzaamheid en vanuit kwaliteit dat doen. Wat is de prijs? En dus niet zoveel mogelijk. Wat is de prijs? Wat is de prijs? Kunnen mensen zich al op de VIP-wachtlijst gaan aanmelden? Want dat is wel €100.000. Ik had er al wel één georganiseerd, maar die is vanwege lockdown. Maar misschien moet ik dat wel weer. Moet ik gewoon een wachtlijst gaan. Misschien is dat een idee. Ik zou een wachtlijst zeker, gewoon gaan maken. Ik zou dat zeker doen. En iedereen is enthousiast. Ja, jullie samen aan stage. Ja, dat gaan we ook zeker doen. Ik denk dat we dat moeten we gewoon in gaan plannen. Ja, nou, ik herinner me nog steeds ons eerste Zoom-gesprek. We hebben, ja, alle dinsdag. Oh, dan gaan we om de 4 weken gaan we ook een online training. Dat wordt het zakelijk succes vanuit het Hart-event. Nou, weet je, daar hoef je helemaal niks mee te doen. Meld je nu aan. Zet hieronder. Guys, zet hier 1000 neer als jij bij het event aanwezig wil zijn. Let's do a test. Ik vind het leuk. Zet die 1000 in als je zegt van yes. We gaan het doen, we gaan het organiseren. Ik zie heel veel nieuwe mensen, ook Sabrina schakelt in. Klopt echt, Daniel zegt, kan niet wachten tot corona voorbij is. Contact met mensen is zo belangrijk. Guys, corona is just an excuse. Arne zegt, ja precies heb ik ook. Zie de voordeel van online business locatie, maar erg niet van live ontmoeting. Ik ontmoet een heleboel mensen live, dames en heren. Laat je niet gek maken. Start before you're ready, zegt Chantal. We hebben de eerste 100.000 volgens mij binnen zo te zien. Dus yeah, great, listen. U zegt en wij draaien. Arne zegt, ik verstond zoengesprek. Ja, dat was eigenlijk een zoengesprek. Was ons allereerst contact. Absoluut, ja. Absoluut. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Goed zo, goed zo. Er komen heel veel leuke reacties. Oh, nice. En even voor mijn ideeën. En met welk liedje ga je opkomen over 5 jaar met zoveel 10.000 mensen? Heb je een liedje voor ogen? Heb je iets dat je denkt van, oh, dat zou een anker kunnen zijn? Jeetje, nou, geen idee. Misschien iets van Bad Heart. Ik ben een absolute Bad Heart of Chris Stapleton misschien. Ik weet het niet. Daar moet ik over nadenken. Zullen we dat volgende week delen? Dat we alvast klein stukjes van manifestatie gewoon gaan doen. Alvast een soort kleine peek, sneak peek. Ja, natuurlijk. We kunnen dat alvast gewoon gaan draaien. Ja, als wij daar al beginnen met de muziek. Want dat is het eerste wat ik zie. Lichten uit, dan staat Are You Ready? Dan komt dat de 9, 8, 7, weet je? Nou, dan komt iets op het moment. Oh nee, ik denk dat het dan fatal is. Ik ga nu helemaal God mee in die DJ. Beeld van, ja, er zal er iets van fatalist zijn. God, ja, is een DJ? Insomnia of zo. Insomnia. Zoiets. Ah, oh, mooi, 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 mooi. En jij? Iedereen verstond Zoom meeting. Ik ben blij dat we dat kunnen rechttrekken. Het was een prachtige Zoom meeting. Maar Z-O-O. Ik vind dat ook wel, hoe mensen dat dan visualiseren. Want hoe kun je zoenen en spreken tegelijk? Vind ik ook wel een zoengesprek. Oh, dat kan ik wel hoor. Oh, we gaan dat kan zoenen ik wel. En spreken tegelijkertijd. Oh, dat is geen probleem. Oh, fantastisch. Mijn liedje. Ja, er kan maar één liedje zijn. Er kan maar echt één liedje zijn. Bij mij, echt als ik op ga komen. Maar dat is een heel lang intro. Dus ik moet tegen de geluidsman zeggen dat de intro korter moet. Want volgens mij is de intro bijna 2 uur. Zo vreemd. In die tijd hebben ze 2 minuten lang een intro gedaan. Met alleen maar 1 akkoord. Dat is de Final Countdown van Europe. En als nummer 2 is Eye of the Tiger van Rocky. Dus ik heb en als nummer 3 is, hoe heet dat van Tina Turner? Simply the best. Ja. Weet je, het is. Of ik heb vroeger bijvoorbeeld met I Got a Feeling van Black Eyed Peas. Ik heb repertoire heb ik, dus dat is geen probleem. Want we hebben toch 3-daagse. Dus dat 3-daagse. En wat is voor jou dan even los van even wat anders? Wat is, heb jij niet bepaalde een nummer, waar een bepaalde een zin of zo erin, die zo treffend is als je nu kijkt in het proces waarin je zit? Mm-hmm. Dat je denkt, als je het dan toch hebt over conditionering. We vanuit onze jeugd krijgen wij heel veel dingen mee. Ook vanuit liefde, hè? Want je ouders proberen je altijd veilig te houden, noem maar op. Maar ze brengen je soms dingen bij vanuit liefde, maar die jou niet verder helpen. Klopt. Heb jij dat dan niet vanuit muziek, dat je bepaalde dingen herkent, dat je denkt, ja, dat is eigenlijk ook, en het heeft me eigenlijk, ik snap dat ze dat vanuit liefde hebben gedaan, of dat ouders dat gewoon deden. Maar dat het me eigenlijk klein heeft gehouden.
Ja, ik bedoel, qua muziek moet ik nadenken. Want bij ons was het altijd feest. Dus bij ons werden heel erg op het positieve gefocust. En bij mijn ouders, ik was oudste kind. Mijn ouders waren oudste kinderen. Dus bij ons, als het een Armeens feest was, dat was bijna iedere week. Of bij mijn tantes, of bij mijn opa en oma. Dus ik werd ook altijd naar voren gezet om een liedje te gaan zingen. Ik deed altijd voordrachten. Ik deed altijd gedichten. Ik was altijd diegene die als kinderen buiten aan het spelen zijn. Ik werd gewoon aan mijn oren getrokken. Ja, kom, het eten is bijna klaar. Jij gaat gewoon een paar liedjes zingen. Snap je dat idee? Dus ik werd veel meer naar voren gepusht dan tegengehouden. Dus voor mij heeft muziek vooral een hele positieve associatie. Ik zie bij muziek zie ik verbinding. Ik zie bij muziek zie ik liefde. Ja. Ik zie bij muziek aandacht. Het is ook een aandacht. Ik bedoel, ik heb het ook gedaan wat mijn broertje bijvoorbeeld niet deed. Snap je? Wat iemand anders niet deed, omdat het ja, een soort van show-off was. Maar ik zie dat bij onze dochter, bij Charlotte. Charlotte kan je ieder moment van de dag, anytime, ze is altijd aan om op te treden. Maakt niet uit wat. Ze heeft toen mijn verjaardag hier, heeft ze bijna een half uurtje aan de microfoon gezet, zichzelf opnemen en gewoon Elsa liedjes gaan zingen. Daar hoef je helemaal niet. De confidence is ongeveer tegen het plafond. Het liedjes wat ze zingt, weet ze. Het zelfvertrouwen, alles. En zo was ik als kind ook eigenlijk. Dus bij mij was de muziekassociatie echt een mega, mega, mega do, zeg maar. De joy-bringing verhaal. Dus in dat stuk, bij mij zit het veel meer in gebrek aan vrijheid of te veel bescherming dat het bij mij heeft gemaakt dat mijn conditionering naar de andere kant is gaan. Bijvoorbeeld, een van de dingen was, mijn vader of mijn moeder zeiden letterlijk tegen mij, je mag niet vechten. Dat was mijn conditionering. Daar heb ik jarenlang last van gehad. Want als ik in elkaar word geslagen, dan kan ik nog steeds denken, ik mag niet terugvechten. Maar als je bijna dreigt, ja, zeg maar, in elkaar worden, is het handig als je terugvecht. Nu nog steeds in de conditionering. Ik ben ooit in Nederland dan in elkaar geslagen na een voetbalwedstrijd. Omdat ik spits was en altijd aan het porren was. Ik ben gewoon een hele vervelende spits altijd. Ik scoorde altijd. Dus de verdedigers van het ploeg waar onze club waren, die hebben gewoon opgewacht na de training in donker. Ik ben gewoon in elkaar geknald. Er is geen enkele zelfverdedigingsmechanisme bij mij geweest die iets terug heeft gedaan. Het enige wat ik heb gedaan, ik heb me alleen maar zitten beschermen. Dat was het. En het moment dat ze vermoeid waren, ben ik zo snel mogelijk naar binnen gerend in de kantine, heb ik me afgesloten in de bestuurskamer. Dat was wat mijn mind deed. Dus ik ben niet geconditioneerd. En dat neem ik ze soms kwalijk van, hey, yes, je moet alles uitpraten. Yes, je hoeft geen ruzie met mensen te maken. Maar als mensen echt jou letterlijk pijn willen doen, is wel handig dat je een reactie geeft in plaats van te zeggen, oké, ik ga liggen, schop me neer. Snap je? Dus voor mij is dat met muziek. Nee, en ik snap het ook. Ik snap waarom je ouders dat je geleerd hebben. Want dat is natuurlijk, in een ideale wereld werkt het zo. Absoluut. Snap je? Kom je er communicatief uit. Maar in veel gevallen is dat niet zo. Ja, ik sloeg gewoon een kerel van de kruk af toen het team was. Oh, fantastisch. Ik hou ervan. Als iemand dat kan. Als het, ja, maar goed. Ja, op een gegeven moment. Maar het is ook wel de balans, hè. Want je de dingen die je leert vanuit je jeugd. Maar dat komt ook natuurlijk. Ik ben echt opgegroeid in een mannengezin. Dus bij ons was het natuurlijk vier oudere broers. En, oh, je moest echt overleven dus, ook, letterlijk waarschijnlijk. Ja, je moest echt overleven ook. En dus ja, dan leer je wel van je af te meppen als dat nodig is. Maar die mildheid die ik nu heb, is zo vele malen mooier. En je merkt dat het in heel veel gevallen met praten al, dat het helemaal niet zo ver hoeft te komen. Dus, en wat ik wel een mooie zin vond, ik weet niet of je het nummer kent van Cat Stevens, Father and Son. Prachtig nummer. En hij bezingt. Hij zingt het met een hoge stem en een lage stem. De lage stem is de vader en de hoge stem is de zoon. Dus zij praten eigenlijk tegen elkaar. En die zoon zegt op een gegeven moment tegen zijn vader. Want zijn vader zegt eigenlijk van, weet je, zorg goed voor jezelf. Weet je, it's a wild world, weet je wel. En die zoon die zegt op een gegeven moment van, je moet me laten gaan. En want ik heb mijn vrijheid nodig. En die zegt, dat vind ik zo'n mooie zin. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Wow. En dat is zo mooi, want je leert je kinderen de taal. Je leert om die taal toe te passen, om de juiste woorden, de juiste zinsopbouw. Vanaf het moment dat je dat een beetje als klein kind doorhebt, is het nee, stil. Wij zijn nu aan het praten. En toen dacht ik, ja. En het is wel echt heel mooi, dat je, want je eigen identiteit vind je door te uiten wat je voelt, door te uiten wat je vindt, door te uiten op je eigen manier je eigen Zeker. Voice te vinden. En dus, from the moment I could talk, I was ordered to listen. Denk, ja, dat doen wij vaak wel bij kinderen. En dat vind ik wel een mooie. En nu zijn we op een leeftijd dat je weer gewoon speak up. Wat is het echt? Ga op zoek naar wat die voice toen eigenlijk wilde zeggen. En ga daar nu echt mee aan de slag, weet je. Of vind je droom en ga hem waarmaken. Dat is echt diep zielduiken daar vandaan.
Ja. Om die stem weer terug te halen. Listen, ik weet niet of je weet hoe laat het is. Het is al 11 uur, liefst. Ja. De vogels blijven zingen. Gaat dus, snel, hè? Ja, dit is echt. Ik kan hier uren naar je luisteren. En nou, weet je, event staat vast. De muziek hebben we. Nou, we gaan volgende week weer naar een volgende level. Gaan we de eerste blok van de training gaan we gewoon in de groep gooien. Dat we langzaam gaan die grote olifant gewoon langzaam gewoon hier gaan voorleggen. En voordat je weet, is dat gemanifesteerd natuurlijk. Dus zo werkt het uiteraard. Nee, maar wij gaan dit gewoon doen. We gaan het gewoon doen. Dus bij deze. Ik doe gewoon mee, dus helemaal cool. Ik vind dit vet. Oké, lieve luisteraars, lieve kijkers. Ik weet of jullie zien, maar wij zijn het gewoon kwijt. Zeg maar, kind of the tijd en zo. Maar het is al 11 uur. En we hebben beloofd om 11 uur op Clubhouse te gaan. Dat wordt ietsjes later. Maar laat ons hier weten in de chat hoe jullie dit vinden. Want dit is volgens mij de vierde of vijfde keer dat we dit doen iedere dinsdag. Laat ons weten, moeten we hier doorgaan? Moeten we gewoon iedere dinsdag dit nog blijven doen? Ik bedoel, het is een retorische vraag natuurlijk. Maar serieus, hoe jullie dat vinden? Ik vind het altijd cool om te zien. Want kijk, het is eigenlijk egoïstisch als het maar kan. Want ik heb het zo hier naar mijn zin. Snap je? Dit is zo leuk om met Rianne te connecten. Eigenlijk dit zijn gesprekken die we als vrienden al met elkaar hebben. Dus ik vind het echt vet cool om dit ook met jullie te mogen delen. Maar ik vind het wel daarnaast ook belangrijk dat we de juiste impact hebben, de juiste invloed op je kunnen geven. Want daar gaat het uiteindelijk om. Wij zijn hier om jou te helpen. We zijn hier om met de voorbeelden, met de fuck-ups, of met de successen, of met dingen die wij vinden. En again, ik bezit echt niet de ultieme waarheid, guys. Ik doe zoveel dingen fout. You know? Het is gewoon meer. Ik ben altijd benieuwd hoe jullie dit vinden. Ik ga lezen, Amigo zegt, Daniel, goed, zo tijd is voorbijgevlogen, wordt weer geschiedenis geschreven. Ah, fantastisch, top. Oké, guys, dat is wat ik altijd even wil checken, want echt, dat is echt enige wat onze bedoeling is, vanuit vriendschap, vanuit liefde, om jou gewoon onze de talk, de walks te doen en jou gewoon te leren hoe wij dingen doen. En again, wat jij daarmee gaat doen, hopelijk is dat heel veel. En hopelijk kunnen we straks ook op Clubhouse hierop verder gaan, toch, lieve Rian? Ja, nou ja, en ik wil iedereen, want het thema was een beetje give first, ask later. Ga even naar mijn website, dreamchaserslab.com. Ik heb sinds gisteren een cadeautjespage. Dat wil zeggen, ja, dat ik daar, ga naar mijn dreamchaserslab.com. Klik daarboven in cadeautjes aan en ontvang gewoon de cadeautjes die jij hebben wil. Want ik geloof er echt in. Je kennis delen. En dat doe ik met alle liefde en plezier. Dus voor iedereen die iets wil weten over ondernemen, over zakelijk succes vanuit je hart, intuïtief ondernemen, noem maar op, wet van aantrekking, ga naar dreamchaserslab.com en klik op cadeautjes en ga los. Het is een S, hè, zeker. Even kijken, ik ben hem aan het laten doorgaan. Dreamchasers is het, toch? Ja, Dreamchasers Lab. Ja, gaat die aan. Oké. Hieronder kan je de website zien. Dus guys, ga maar. En misschien nog één vraag. Wat misschien leuk is. Jongens, laat even weten wat voor thema Aramiek en ik misschien kunnen gaan behandelen. Want misschien is er iets vanuit zakelijk succes vanuit je hart. Waarvan je zegt, ja, daar loop ik tegenaan. Dat vind ik lastig. Of hoe doen jullie dit? Stuur of mij of Aramiek even een DM met een thema. Als je zegt of een onderwerp of een vraag of een opmerking. Of zet het gewoon hieronder. Jongens, voor de volgende week heb ik dat idee. Knallen toch onder wat we kunnen kijken. Want weet je, we bereiden dit nooit voor. We checken altijd 5 voor 10. Nee. Waar iedereen eerst checken of de verbinding klopt. Dat soort dingen. Weet je, oh ja, kijk, Arna doet het nog beter. Dankjewel, Arna. Great. Top, dankjewel, Arne. Te gek. Dankjewel, Arne. Appreciate it. Want nu ziet het ook, is het clickable hieronder. Dus dat is fijn. En ja, we staan open voor alle thema's. We staan open voor alles wat jullie willen horen. Want voor ons is het een kwestie van op elkaar afstemmen en daarover te hebben. Dus voor mij heerlijk om het te doen. Yes. Listen, zullen we naar de afsluiting gaan? Naar de blessing of the day? Ja. Alright, great. En voordat ik naar de blessing of the day kijk, morgen is een verrassingsuitzending. Dat vertel ik je morgen wel hoe het gaat. Maar het is echt een grote verrassing morgen. Maar donderdag, aanstaande donderdag, is Idelma hier. Want ze is bezig met een ontzettend gave summit. Met meer dan, 12 top-experts. En aanstaande vrijdag, ja, daar moet je bij zijn. Want ik heb de nummer 1, videomarketeer. De allerbeste die ooit is begonnen met iPhone marketing. Die exact alles weet over hoe je video gaat inzetten. Internationale expert. Die komt vrijdag om 10 uur langs. Dus weet je, deze week wil je gewoon iedere dag gewoon om 10 uur gewoon inschakelen. En we delen cadeautjes. Net als wat je net bij Rianne hoorde. Check haar website. Ga de cadeautjes downloaden. En zorg echt. Mocht je met elkaar nog niet geconnect zijn, alle kijkers en luisteraars, ga met elkaar connecten. Ga elkaar connecten op Facebook of LinkedIn, Instagram, whatever. Is, want dat is het ripple effect wat we graag willen creëren. Nou, zullen we naar de blessing of the day gaan?
Want dan kunnen we dan meteen ook meteen... Yes, inderdaad, vanaf 11 uur. Nou ja, over de 5 minuten zijn we bij, bij Clubhouse. Dus ik ga hem aanzetten. Let's go. The blessing of the day. Nou, kom maar op. Let's see wat de kaart doet. Ja, ik heb hem hier niet. Ik heb ze niet in mijn koffer gedaan. Sorry. En ik maar wacht. Oké, ik ga hem nog een keertje neerzetten. Wacht even. The blessing of the day. Sorry, Chantal. Sorry. Dat was echt een bloepen van je welste. Heerlijk. Oké, lieve schat, vertel. Wanneer moet je, als je stop zegt, dan stop ik met... jij mag het... Ja, stop. Ja. Alrighty. Even kijken, wat hebben we nu? Hey, seriously, was het daar vorige week of zo? Jij mag gaan voorlezen. The best thing one can do when it's raining is to let it rain. Ja. Ja, weet je. Helemaal waar. The best thing you can do when it's raining, let it rain down. So rain down on me. Mooi liedje van Kay. Dankjewel, lieve Chantal, voor deze kaarten. Mocht je daar meer willen weten, check mixmediafan.nl. Volg Chantal Meester. Ik heb het al gezegd tegen je. Ze doet al meer dan 3 jaar. Iedere ochtend mooi, prachtige inspiratiekaarten via LinkedIn. Dus check it out. Ze heeft een special deal lopen op www.mixmediafan.nl. Heel veel plezier ermee. En we gaan langzaamaan schakelen naar Clubhouse, lieve Rianne. Is er iets wat je nog wil zeggen tegen onze kijkers? Is er iets dat je zegt van, hey, dat is mijn boodschap, dat is de afsluiting, want ik zet de website er nog even onder. Pak je podium als je wil. Nee, ja, weet je, stuur me via of via Insta een DM'tje als jij denkt, ik wil met mijn zakelijke droom aan de slag. Weet je, let's do it. Het is al, weet je, als je er vandaag mee aan begint, ben je dag te laat. Yes, precies. Goed zo. En ik hoor dat de mensen... Voordat mensen op Clubhouse aan het schreeuwen zijn, waar blijven ze? Guys, ja, over 2 minuten. We gaan. Hendrik zegt, ja, al gedownload. Kan alle hulp gebruiken in mijn reis. Yes, fantastisch. Ga zo door. En we gaan having fun, dames en heren. We gaan om 11 uur. Nou, over 2 minuten zijn we op Clubhouse. Lieve Rianne, ik zie je zo meteen. Thanks again for another magic. Jij pinkt mij in de room en yes, dan kom ik erbij. Ik pink je in de room. We gaan er even talken. Hier komt de outro. Dankjewel. Dank alle vogeltjes vanuit Ibiza. Wat een heerlijke uitzending. Mwah. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Ja, tot morgen 10 uur en tot zometeen. Dankjewel, Rianne. Adios, amiga. Tot zo. Oeh.